Vreed weer de première van Bonifatius, de musical. Lang verwachten en mooi soort tamtam, onkundige spektakel. Mooi keuren om musicalsterren en Siep van der Ploeg en Teun Plontinga. De kaartverkeer die geert als het slietjagert. En ja, er zijn ook al traaien uitverkocht en er zijn ook al wat extra voorstellings inplant. Wij winnen Vreed bij die première in Dokkum in de Bonifatiuskapel. Corine Dob is de oorstichter van dit hele gebeuren, hè? Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Oral hier Lien ben ik hier mee begonnen. En Joet is de dag dat het in première ging. En ik ben hartstikke trots op iedereen die hier om mij werken had. En dan schrijven we een brief aan de paus. En hij zal ons helpen om die duivel te temmen. En ons geloof zal gezuiverd worden. Mijn leven lang heb ik op uw woord gewacht. Laat ons niet bang zijn en geef uw zegen aan dit plan. Dank dat u spreekt tot mij, dat ik u horen kan. Wij zoeken de weg, ik dien u wel even aan. Saphir Bonifatius, de heilige missionaris en martelder van de oorspronkelijke musical uit Duitsland. En zaten we hem in kennen uit de christelijke traditie. Het publiek in Dokkum krijgt likwijls een wichtige nuancering te zien in het vertelperspectief. Toen ik het Duitse script las en de video zag, dacht ik: wat zou het zonde zijn als we de kans voorbij lieten gaan om nu in Friesland staan? Echt in de Friese klei. We hebben hier de klei in de kapel liggen. Er is niet om door te komen. Het is werkelijk die Friese zeeklei. Als we hier staan, dan mogen we de kans niet voorbij laten gaan dat we dat verhaal vertellen. Dat we stil moeten staan bij het feit dat wat wij nu met de aarde aan doen zijn ongeveer hetzelfde af en toe is. Als we de Amazone intrekken en stammen vinden die nog nooit met iets anders in aanraking zijn geweest. Laat je ze. En die Amazone-stammen, dat binnen hier de Friezen. Maar haar Germaanse leeuwen en rituelen, die net zitten te wachten op een dwongen kerstening. Siep van der Ploeg speelt de druïde Krien. En ek de imposante koning Redbad ontbreekt net in het verhaal. En dat vind ik heel erg leuk wat er gebeurde ook tijdens de repetities. Dat de Friezen die meededen in de voorstelling plotseling zeiden van: hé, hey, wij hebben altijd geleerd dat wij Bonifatius vermoord hebben. Wij waren de kwaaierikken altijd. Bonifatius is je zo heilig en wil je zo heilig maken als wie het een heel goed man. En die had waarschijnlijk ook hele goede dingen, die vooral van het christendom. Maar liet we net vergeten dat het eigenlijk echt wel een hele erge fundamentalist was. Dat er bron vergiftigde, alles wat de Friezen op dat moment ontbidden, de natuur. Dat er dat om vier worp, zeg maar zeggen, dat is heel Nederlands dat ik zeg. Bomen kunnen niet doden! Zie hier, die eik van jullie, die is nu dood! En ja, het is een historisch feit dat Bonifatius de heilige eik bij Fritslar in Duitsland omhakken litten had. Ja, het is de heilige in Dokkum en misschien wel in heel Nederland. Hij is sowieso heilig verklaard. Voor de katholieken is het dat misschien ook wel. Ik ben zelf katholiek opgevoed. Dus voor ons was het zo, oh ja, Bonifatius is vermoord door de Friezen. En met dit verhaal nu, door het fictieve verhaal op deze manier vorm te geven, hebben ze ook een beetje recht gedaan aan de Friezen. Een soort van correctie op de geschiedenis. En die religie die je wie, dat is eigenlijk een religie die wij nog steeds wel een beetje hebben, vind ik, als Friezen. Want wij leven toen de tijd in de natuurgoden. Dan was die een ding als Fries nog steeds heel dicht bij de natuur. En bij het waar en bij het rotten in de grond en daarmee werken. En daar is heel veel respect voor de natuur. Het is meer aanwezig hier in Friesland dan dat bijvoorbeeld in Utrecht aanwezig is. Nou, dat weet ik 100% zeker.
ik vind het contrast heel mooi met de twee geloven. Dus ook de natuur. Het is heel oers, heel aards. En daardoor raakt het mij en Siep ook elke voorstelling weer echt heel diep. Dus we staan daar allebei echt met tranen in onze ogen. Ja, ik weet niet, dat gaat gewoon direct naar je buik ook. Mede doordat het zo'n oerding is, denk ik. Dat het zo raakt. Ja. Wie heeft het juwel dan betaald om mij? Mijn eerste liefde hoest het bij die mij. Dat ik heb geen eigen leven zonder dat. Zonder dat. Wie heeft het juwel dan betaald om mij? In het lied van de kast besjongt de druïde de leefde van zijn dochter Alrun. Alrun is zwanger van een christelijk bijen en dat stiet hard in het paard. Haal je maar niet in je hoofdje! Bonifacius en zijn help Sturmius komen voor Alrun op. En dat vreegt moed, want ze is jeder buitmakker door het kleester in Keulen en bezwangeren door de nervoze bisschop Hildegard. Die heeft altijd het malste vlees. Ik heb daarom alle keus in vrouwen en in vreten. Een hilarische rol van Teun Plantinga. Maar dit, in combinatie met het Germaanse verhaal, best een gewaagde set, denk mij. Men was heel bang. Men was natuurlijk heel bang. Men zag repetities en ja, er zitten dingen in waarvan je denkt, hoe kan dat wel? Kan je een bisschop in zijn onderbroek zetten? Ja, dat kan. Want als je kijkt naar wat er in die tijd werkelijk gebeurde, dan is dit een milde variëteit van de waarheid. En de humor en het feit dat het af en toe risqué is en dat het af en toe hard is, maar dat het af en toe ook heel erg diep gewoon over menselijke emoties gaat. Over kan je van het kind houden wat je uit een verkrachting hebt? Dit is echt iets wat gaat over deze tijd. Ik bedoel, in Bosnië en in Servië zijn tienduizenden vrouwen die bevallen zijn van bastaarden waar ze een haat-liefde verhouding mee hebben. Dat is de wereld waarin we leven. Het web van intriges sluit hem uiteindelijk en dat leert tot de onvermijdelijke moord op Bonifacius. Bonifacius the Musical is nog te zien van Toonsje ont Marsnijn. Sjoch voor alle gegevens even op de website.